Zo mensen, ik ben weer al thuis gekomen. S'avonds lekker droge thuis, want ik zie de varkens in de keer hangen. En ik heb weer al gelivestreamd en niet een paar keren, maar toch redelijk veel al. Moet je dit plaatje terug hebben? Die krijg je, dat is toch de liedje die ik voor u heb? Ja, dat weet ik. Maar kun je het even niet bij jou tot binnen? Ja. Dat bedoel ik. Ik snap het. Maar ik ben er wel even heel blij om, want ze heeft iets heel moois gedaan in de livestream. En ik hoop dat hij dat zelfs ook nog eens gaat doen op mijn streamertje, dat ik zo aan het opnemen ben. Voor de kijkers die het niet hebben gezien. Ik ben er echt heel blij om hoor. Hoe zij dat ook heeft gezongen. Chapeau. Zo goed was ze ook niet. Ja, maar nee, ik vond van wel. Mijn eerste keer toen ik het bij mijn mama oefende. Ja. Was dat mooier dan nu. Ah. Ik was te zenuwachtig. Nee, zelfs... Omdat het ook live was. Ah, oké. Okay. Maar altijd als ik weet... Er kan iemand mij horen of zien. Mm-hmm. Dan flip ik helemaal. Oké. Okay. Dus mensen, we gaan nu naar binnen toe. Ik ben even aan frituur geweest. Ik ga de frituurnaam niet opnoemen, want ik wil geen reclame maken. Het is een frituur in Nieuw-Sint-Truiden. Punt uit. Dus we gaan nu naar binnen toe. Het is wel aan het regenen, dus we gaan ook redelijk snel zijn. Ik heb de kabel al uitgetrokken, dus ik kan weer op binnen opladen. Ik zie jullie allemaal straks terug of morgen. Ik weet nog niet wanneer ik de vlog ga beëindigen, maar ik ga nu naar binnen toe. Ik ga eten en waar zij zijn, ook. Ah, hier zijn mijn sleutels. Die liggen op je schootschild. Ja, ik zag het niet. Allee, tot straks allemaal. Yo. Mensen, jullie zien het. Ik lig hier in bed. En ja, mijn schat kan het ook wel bevestigen. Er is iets gebeurd. Als jullie het goed kunnen zien. Ik heb het laten focussen. Ik heb een hele smak neergegaan. Hier voor mijn appartement. En ik zeg jullie, dat doet niet goed. Ik wens aan niemand niet toe. Zo'n voet onklinken. En dan een open hand. En dan nog eens open hand. En wat dan ook nog een keer. Last not least. Ik was. Wat? Hoe was ik? Niet blij. Verdrietig en pijnlijk. En? Begin met een ne. Ne. Wat? Nat. Ja. Ik was ook helemaal nat aan de ene kant. Dus aan deze kant van mijn lichaam was ik helemaal nat. Oh. Ja. Ik heb een tuimeling gemaakt. En papa, mama, geen bangen hebben. De gsm lag boven. Dus alleen wat nat is geworden, is zijn, ja, mijn verdomde... mijn verdomde portefeuille. Maar het doet wel pijn. En schat. Ja. Sorry, ik voel me ook niet goed in mijn vel nu. Ik heb gelijk, schat. Ik ga jullie laten. Tot zelfs als zo, you mensen. Oh. Maar mensen, jullie hebben toch ook wel nu wel heel veel livestreams gehad, hè, de laatste tijd. Echt heel veel. Allee, tot straks allemaal. Yo. Hallo mensen. Kan jullie één ding al iets zeggen? Ik ben dus nog niet thuis. De voetbal is al bezig. En Tielemans heeft op de 10e minuut gescoord. En ik ben nog niet thuis. Wat met scoren mensen. Wat met scoren. Tot ik thuis ben. Want ik wil het ook volgen. En we hadden nog niet door dat het al zo laat was. En ik heb maagpijn. Maagpijn, maagpijn, maagpijn. En nu ben ik echt mee aan het spoeien. Dat ik echt thuis ben. Hè. Dus al, ze zijn nu al een kwartier aan het spelen. En het is 1-0 voor België.
België. België. En zijn leven naar Pluto. Allee, jong gastje. En dan ben ik er nog bij. Gewoon mij eens opstijgen. Groen. Hoppa en rood. Jammer. Ik ben niet over mijn limiet gegaan. 70 mogen hier. Ik probeer dan zo snel mogelijk naar 70 te gaan. Dat doe ik altijd. Even een fles wegleggen. Dat is goed. Want jullie wilden toch ook al weten wat de Belgen toch hebben gedaan. Toch gewoon dat ik er wat commentaar op geef. Ik reis 70 GPS. Als je piep hoort, dan rijd ik soms te snel. En dan neem ik de rijkale snelheid af. Maar ik reed nog geen 70. Dat is het rare toch nou. Kom aan, hè. Laat het even nu op 1-0 staan. Engeland, je mag naar huis gaan. Olee, olee. Tot nu toe, hè. Je mag naar huis gaan. Vaarwel, goodbye. Van België zijn jullie niet welkom. Voor de voetbal, hè. Voor de voetbal. Dan moet België winnen. En jullie niet. Dus. Oh no, it is green. Oh nee. Aan de ene kant is het al rood. Ai. Ga ik het halen? Ga ik het niet halen? Hey. Zeg GPS, mag ik nog even afremmen? Hallo? Dank u. En ik, ja. Dus ik heb Bea naar huis gebracht. En nu is de voetbal al 18 minuten bezig. Ik heb zo'n kleine schermpje erop staan. Maar alleen met de score nog staan. Een Belgische vlag. Dan met Eneke bij de Belgische vlag. En dan tussen ergens zo'n streken. En dan... ik was op tijd. En dan... de nul van Engeland en dan de vlag van Engeland en dan daar helemaal bovenaan heb je de minuten staan. En dan kun je dus, ja, dat is wel een handige trucje van eigenlijk van Google, top Google, dat jullie zoiets doen. De score wat bijhouden en dan het zo online doorplaatsen. En dan dat ook online door wordt gegeven aan de mensen die niet kunnen kijken, ze willen kijken. Maar... Nee, Junior is dat. Ik weet wel dat het op een zender is. Zeven. Acht. Negen. Radio 10 en 1 dat is Q Music, 2 is M&M, 3 is Nostalgie, 4 is Nostalgie, 5 is niks, 6 is niks, 7 is niks, 8 is niks. Oké. Dus mensen, ik ga jullie nu ook laten, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ik heb wel al gezien dat de beeldkwaliteit vooruit is gegaan, hè mensen, echt waar. De beeldkwaliteit is echt heel mooi vooruit gegaan, dat moet ik wel eerlijk toegeven. En dan springt M&M op. Nee. Nee. Voilà. Ik heb een Jimmy uit het zuiden, ze komt niet uit de stad. Morgen één daagje werken en dan heb ik weer wel een dagje verlof. Ja, dan is het 17 november, mijn verjaardag. We zijn nu 20 minuten bezig. Amai, schat. Ik heb toch goed doorgereden, denk ik. Ja, overal mijn limieten gehouden. En dan... ik weet wel ook groen, hè.
Oké, dus hup. Vergeet niet onderaan niet te abonneren, vergeet niet op het belletje te drukken. Dan blijf je dat horen wanneer er ook een livestream is, want tegenwoordig zijn er meer en meer livestreams aan het komen. Tot morgen allemaal. Yo!